Adrie Poldervaart, hoe ziek ben jij van het gelijke spel hier in Tilburg? Ja, natuurlijk. Dat is jammer. En het krijgt nu een extra lading omdat het in de laatste 10 minuten gebeurt. Dus dan ben je alle clichés, het mag niet. Het mag ook niet, maar het is wel gebeurd. Want vind je op basis van 90 minuten dan een gelijkspel wel terecht is? Of een gelijkspel terecht is? Ik vind dat wij de betere en de openere kans hebben gehad. En dat we zeker eerder de 0-2 hadden moeten maken in de tweede helft al. Goede kansen gehad. Eerste helft krijgen we ook grote mogelijkheden. Maar ze hebben wel heel veel voorzetten gegeven die dan er niet in of voorlangs gingen. Nou goed, en nu in een paar klutsen gingen ze er wel in. Want jullie helpen eigenlijk de tegenstander in het zadel. Hè? 0-2, niks aan de hand. En wat gaat er dan toch mis? Gaan jullie te ver terug? Wat is je eerste analyse? Nee, dan gaan we niet te ver terug. Want we werden eigenlijk achteruit gedwongen omdat zij met de spits extra gingen spelen met achterin 1-op-1. Iedereen bleef bij ons gewoon in de positie spelen en dat stond goed. En zo hebben we heel goed verdedigd. En dan kunnen we er juist goed uitkomen. Dus nee, dat heeft niks te maken met ver terugkomen. Hij heeft zijn benen veranderd. Hij heeft zijn rechtspoot die op links stond, heeft hij naar rechts gegooid en andersom. Dat er andere voorzetten komen. Dus die komen misschien anders voor. Misschien dat het daarin ligt. Maar nee, ik bedoel, het heeft niks te maken met dat wij teruggelopen hebben of zo. Ik zag wel veel woedende spelers. Ik heb ook al een paar jongens hier voor de camera gehad. En ja, ze hebben wel zoiets. Ja, dit moet nabesproken worden. Dit mag gewoon niet gebeuren. Ballen hadden weggeschoten moeten worden. Je proeft wel dat terecht hoor, in zo'n slotfase. Dat er wel veel onvrede is op basis van hoe het weggegeven wordt. De manier waarop. Ja, maar ja, goed. Maar dat is toch duidelijk. Ik bedoel, je bent sportman. Je speelt uit bij Willem II, wat een hartstikke goede voetballende ploeg is. En ze spelen hele Heracles ondersteboven met 5-0. En wij spelen en wij staan voor met 0-2. Met nog een kleine 8-9 minuten te spelen. Ja, dan moet je hem over de streep trekken. Dat is niet gebeurd. Ja, goed. Dan kan ik wel gaan zeggen hier altijd allemaal. Maar het is gebeurd. Dus dan gaan we eerst eens bekijken. Kan je heel veel positieve dingen uit deze wedstrijd halen? Ik denk het wel. Jullie voetballen goed. Eerste 10 minuten misschien niet. 10 minuten voor rust niet. Tussenliggende fase en tweede helft, ja, was eigenlijk ook het wachten op de 0-2. Die valt uiteindelijk. Een paar rasvoetballetjes met die Edwards die ze goed aandient. Ja, nee. Mijn middenveld met Schouten, Bruins en Koolwijk. Bruins komt steeds op de midden. En dan Edwards erbij. Die maakt zijn debuut in de basis. Nou, dan zien we voetbal. En dan Elias en Ali steeds in de diepte lopen. En de backs die komen. Op zich is dat allemaal prima. Dat ging echt goed. Dus ik heb daarvan genoten. Dus je kan er wel heel zeggen, ja, dit mag. Nee, het mag niet. Maar je moet ook even kijken naar de dingen die wel goed gegaan zijn. En daar moet je ook aandacht aan geven. Ja, en jullie scoren dan 2 keer hier. En hadden nog wel een paar mooie kansen. Heb je daar veel aan gewerkt de laatste tijd? Nee, maar de jongens hebben zoveel creativiteit en die kunnen prima voetballen. En iedereen zegt altijd maar, we spits scoren, maar we hebben nu heel veel mensen die kunnen scoren. Dus als tegenstander moet je wel op heel veel mensen gaan letten. En ik vond ons heel slordig in de eerste helft met schoten. Vanaf de 16 Elias de eerste, Jerry een schot, Luigi een schot. Nou, gelukkig maakte hij een goede goal af. Dat was mooi, want als je zag hoe hij bezig was, slijdings maken in het begin, ballen veroveren, de tussenspelen. Dus het was fijn dat hij dan beloond werd met een goal. Nou ja, goed, en in inderdaad, die 10 minuten voor de rust. Toen vond ik wel ons dat we wel weer wat minder werden. Nou, dat hebben we tweede helft goed gezet. Tot slot, Mahmoudov laat zich vaak zien. Maakt vandaag ook een doelpunt. Is eigenlijk misschien ook meer nummer 10. Kan ook aan de zijkant spelen. Ja. Messaoud, vandaag een van de mindere. Laatste weken ook wel wat minder. Kan er een kans komen? Kan er een moment komen dat je binnenkort Mahmoudov een basisplaats gaat geven? Nou, ik vind dat te kort door de bocht door te zeggen dat Messaoud minder was. Messaoud is vandaag continu bezig geweest voor het team. Heeft steeds diepte in zijn spel, jaagt steeds af. Heeft ook mogelijkheden gehad en gecreëerd en teruggelegd. Dus dat is iets te makkelijk voor deze constatering van jou. Maar Mahmoudov heeft het keurig gedaan. Valt in en heeft altijd dreiging. Hij schiet bij Feyenoord, schiet hij op de paal. Vorige week bij Lokeren schiet hij op de paal. Hij scoorde tegen ADO. Nou, dat is hartstikke fijn dat je zo iemand erbij hebt. En dat is ook zijn kwaliteit. En hij traint prima, dus ja, goed. Die klopt aan de deur. Nou ja, maar dat heeft hij altijd al gedaan. Hij komt vandaag ook vanaf rechts. Ik heb voor Edwards gekozen. Mahmoudov is iets meer links en op de 10-positie. Dus nou, daarom is de keuze op Edwards gevallen in plaats van omdat Andersson er niet bij was. Maar Mahmoudov heeft het gewoon keurig gedaan. En ik ben blij voor hem dat hij een goal gemaakt heeft.